Hey, hallo. Hey, hallo. Hey, Gerard. Stefan Kiewiet. Jij bent de wereldkampioen. Ja, dat klopt helemaal. Schule. Kom zitten. Ja. Hoe komt het zo? Leg eens uit. Nou, het kwam eerder met mijn opa. Daar heb ik het een beetje ontdekt, zeg maar, dat ik Schule gewoon heel leuk vond. Ja. Op een verjaardag of zo de bak stond. Nou, ik gooide een keer en ik vond het hartstikke leuk. Ben ik er thuis een beetje mee verder gegaan en zo een beetje bij toernooien gekomen. En nu stond ik ineens op WK en win ik hem ook nog. Ja. Ja. Maar dan ben je waarschijnlijk ook al Nederlands kampioen geweest. Ja, bij de junioren. Junioren, oké. Okay. Want je bent hoe oud? 16 nu, bijna 17. Oké. Okay. Ja, bij de junioren ben ik dus 3 keer kampioen geweest. Mm-hmm. En ik zit nu 2 jaar bij de senioren. Mm-hmm. En daar op de NK's ben ik 15e geworden en 6e. Oké. Okay. Maar word je dan uitgenodigd om aan het WK deel te nemen? Of hoe werkt dat? Ja, je hebt verschillende NK's met verschillende systemen, zeg maar. En je hebt ook NK 20-2. Dat is 20 stenen, 2 beurten gooien. Ja. Dat heb je op het WK ook. Dus daarom dat verband was ermee, zeg maar. Oké. Okay. En als je daar meedeed, dan mocht je ook naar het WK. Als er overal eentje in zit, dan heb je 20 punten. Ja. Dus dit is 3 keer 60. En dan heb ik hier nog weer 4, 2 over. Dus is 8 erbij en eentje is 9, is 69. Oké. Okay. Dus. Nou, mag jij nu? Hebben we de, ja, volgens mij zijn we er, toch? Ja, deze mogen we niet meer. Nee, die mogen we niet meer. Ik ben er ook nog één kwijt. Ja, daar kan ik ook even niks aan doen. Nog even. Ah, kijk. Kijk. Maar op zich, de score komt niet in de buurt. Nee. Hoeveel had jij van je? 68 geloof ik. Ja, fijn. Nou, 69. Gefeliciteerd. Dank je wel. Jullie Schule veel samen? Bij Schule best wel vrij veel samen. Gaan heel veel naar toernooien toe samen. En we zijn ook samen begonnen met het Schule. Dus we bezoeken heel veel toernooien en wedstrijden. Ja. En trots op Stefan? Ja, natuurlijk. Ja. Ik was dus al vroeg uitgeschakeld door hem. En kon dus alles mooi volgen van hem op de tribune. Maar goed, je kunt beter zelf Schule dan kijken naar je zoon. Want dat is heel erg spannend. En zeker de finale was natuurlijk gewoon een spannende match. En zeer spannend om mee te maken. En fantastisch en heel trots natuurlijk. Ik heb 7 keer gewonnen. Ja. In het begin wat onbekendere. En ik heb nog tegen mijn vader gespeeld. Oh, die Schule ook? Ja, in de derde ronde. Okay. Dat kwam net toevallig zo uit. Dat was wel jammer. Maar en die heb je genadeloos afgemaakt? Ja, 10-2. Dus, Oké, geen schijn van kans. Die niet zo blij mee, maar... En toen in de kwartfinale heb ik tegen de Nederlands kampioen gespeeld van vorig jaar, Ronald Polman. Mm-hmm. En die vond ik vrij makkelijk met 10-4, dus dat was al helemaal mooi. Okay. Toen de halve finale tegen Dick Eilers. Hij is ook al 2 keer wereldkampioen geweest en een paar keer Nederlands kampioen. En ik stond 9-1 achter, was erg lastig, ik gooide niet heel goed, maar kwam toch nog met 11-9 terug. Dus dat was echt ongelooflijk. Ja. In de finale heb je ook gespeeld tegen een Nederlander? Ja, Siem Oosterbeek. Oké. Die heeft de laatste 3 keer het WK gewonnen. Oh, doe maar. Dus hij was ook een favorietje. Ja, ja. Iedereen verwachtte dat hij ging winnen, maar grappig. Maar Stefan, ben je een wereldkampioen, hoort natuurlijk een beker. En ik zie hem hier al staan natuurlijk. Deze heb je gekregen. Ja, dit is hem. Ik zal hem even laten zien. Dit is voor de wereldkampioen. Ja, fantastisch. En Jaccolo, dat is omdat het in Duitsland was. In Duitsland heet het Jaccolo? Ja, Schule is in Duits Jaccolo. Dus vandaar die naam, ja. Vandaar ook dat de Duitse vlag erop is. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat moest je even doen. Ja. En een medaille erbij. Ja, hier. Leuk. Maar ook met de Duitse vlag. Ook weer met de Duitse vlag, ja. Nou ben je wereldkampioen. Is dit een jaarlijks evenement? Om de 2 jaar wordt het gehouden. Om de 2 jaar. En over 2 jaar is het waarschijnlijk in Nederland. Mm-hmm. Dus dat is mooi dichtbij. Oké. Maar je hebt kans dat er zo'n kampioenschap een keer ergens anders op de wereld wordt georganiseerd. Ja, daar is ook al sprake van. Over 4 jaar misschien Zuid-Korea. Zuid-Korea? Ja. Doe maar. Dus dat is een stukje weg.
Maar ja, dan gaat je vader ook mee, denk ik. Ja, vast. Gaat hij vast mee, ja.